Ja, u zal wel denken, wat krijgen we nou weer? Wat is hij nou aan het doen? Een kaart aan het werk, een kaart aan het werk. Even een toernootje tussendoor, even laten weten hoe het zit. Hè. Dat is een kaart, je ziet het, een kaart aan het werk. Even laten weten hoe het zit met de verhuizing. Vorige week gaat alles in werking, dus dit weekend gaan wij wat dingen doen met de verhuizing. Studio 2 gaat dus verhuizen. Maar goed, hè, verhuizingen duren altijd wel eventjes. Hè. Dan moeten weer kabels getrokken worden, dan moet weer van alles gedaan worden. Maar goed, wou ik even zeggen. Gewoon leuk, even de vlogding is tussendoor. Hè. Terwijl ik zo keihard aan het werk ben. Keihard, grote hard, u ziet het wel. Hè. Keihard aan het werk. Keihard. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Dus de verhuizing gaat volgende week, gaat die, ergens volgende week gaan wij... Pleuren we alles in een bus en dan gaan we richting het nieuwe gebouw, het nieuwe studiogebouw van studio van de radio show. Hè? Dus dat gaat ergens volgende week ergens gebeuren. Dus ja, we hopen zo snel mogelijk. Maar goed. Ja. Dus. Nee, maar ja. Ja. Hartstikke leuk. Ja, daar is het huis van kapitein Rookbaar. Daar staan wel mensen tegen de hek aan te pissen. Ik weet niet wat het is. Nou, in ieder geval, hè, wat ik wel heb. De verhuizing gaat dus volgende week, ergens volgende week gaan we verhuizen. En dan, ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Hoe en wat en wat er allemaal gaat gebeuren en zo. Smerige. Dus een housewarming party komt er ook bij. Hè? Housewarming party. Bier en zo. Dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik hou jullie onder de hoogte. En ik zeg zo snel mogelijk. Hè?